Heel bekend Den Haag is er vooruitgelopen. De opening van Club Mali. Gevestigd in het voormalig Mali-huis in het centrum van Den Haag. En eigenlijk zou realityster Barbie de club openen, maar die was het vergeten. Nou, Barbie die is volgens mij de maandverband aan het rechtzetten. Gelukkig is Sterretje, de collega realityster uit OO Gerzo, er wel. En toen was de champagne. Ja, Barbie had misschien andere prioriteiten, maar ik ben mega trots dat hij me hiervoor heeft gevraagd. Hij was wel een beetje tweede keus. Ja, tweede keus, maar daar ben ik gewend hoor. Dus ik heb er ook totaal geen problemen mee. De club is afgeladen en manager Jake is ondanks de moeizame start nog vol goede hoop. De hoop is er, de energie is er ook. Ja, de factor geluk en gunfactor, daar draait het om. Sterretje is wat minder bescheiden. Hij is ervan overtuigd dat de club een aanwinst is voor Den Haag. Ja, Jake wordt altijd aanraakt, wordt wel een succes. En, ik gun hem van harte, zijn hart en ziel liggen erin, zijn hele familie staat erachter. Ja, dan moet het wel gaan werken. En het is goed voor Den Haag. Ik bedoel, weer een mooie, leuke club erbij.